Moet ik mijn eigen naam nog noemen? Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Jij hebt toch een naam? Ja, ja. Nou ja. Trias Politica. Als je een naam hebt, dan zou ik hem maar noemen. Oké, Jean, jij aan de rechterstoel. André links. Dankjewel. En dan, het water staat klaar. Je bent gewapend met vragen, zie ik. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag, mijn naam is Jean Wanningen. Ik heb het genoegen om namens Café Weltschmerz, de enige Nederlander die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het internationale economisch-wetenschappelijke debat over de euro, te mogen interviewen vandaag. We gaan het hebben over economie, de Europese Unie, de euro en de toekomst van de eurozone. Mag ik u welkom heten? Euroresearcher André Ten Dam. Dankjewel. Wij kennen elkaar al enige tijd. Ik stel voor dat we elkaar gewoon tutoyeren vandaag. Als je het daarmee eens bent, tenminste. Dat lijkt me een goed idee. Laten we het dus hebben over jouw oplossing. Het ontwerp van de Matteo Solution. Wat is dat precies? Kun je dat aan de kijker en luisteraar in eenvoudige taal uitleggen? Nou, dat wil ik wel doen. We hebben sinds de invoering van de euro kunnen zien dat als landen die verschillende economieën hebben met elkaar deelnemen aan een one-size-fits-all gemeenschapsmunt, dus one-size-fits-all qua rente en wat betreft onderlinge wisselkoers, dat spaak loopt. Dat de eurocrisis begin 2010 uitbrak, dat kwam voor mij niet als een verrassing, want dat zag ik al jaren aankomen. En terwijl begin 2010 de Europese politieke leiders in een soort shock lagen, was de eerste gedachte die bij mij toen binnenkwam, wat gaan we nu doen? Toen was het mij wel duidelijk dus dat het politiek kapitaal, dus dat in de euro, de monetaire unie, geïnvesteerd is, dat zo groot is, dus dat ze de euro nooit zouden laten vallen. Dus je zocht een ontwerp waarbij de euro behouden zou kunnen worden? Juist, maar niet alleen om politieke redenen, maar ook om economische inhoudelijke redenen. Om de monetaire flexibiliteit te herstellen? Nou, het is natuurlijk zo dat er ook voordelen aan een gemeenschapsmunt zitten. En er lagen natuurlijk ook allerlei overwegingen ten grondslag aan de invoering van de euro. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk zocht, dat is een soort tussenvorm tussen de euro als gemeenschapsmunt, maar dan wel met de monetaire flexibiliteit wat betreft onderlinge wisselkoersen en een landenspecifiek rentebeleid van nationale munten die we voor de invoering van de euro hadden. Gemanaged door de ECB? Ja, ja. Oké. Ja. Nou goed. Het was natuurlijk interessant dat ik die gedachte had, maar het was natuurlijk niet zo makkelijk, althans, dat dacht ik, om daar eens een bepaalde constructie voor uit te denken en neer te zetten. Maar eigenlijk ging dat wonder wel tamelijk snel, want binnen een minuut of twee was ik eruit. En het is eigenlijk heel erg simpel, de euro zoals we die nu hebben. Als het enig wettig betaalmiddel in ieder euroland, die kunnen we gewoon handhaven. Maar de nationale munten, die moeten we niet als valuta gaan herintroduceren, maar uitsluitend als rekeneenheid. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dan moeten we misschien wel even de economische technische diepte in. Dan moeten we beginnen met de economische theorie van de functies van geld. Mm-hmm. Geld is enerzijds een betaalmiddel, dus een ruilmiddel, dus waarmee we de betalingen kunnen doen, zowel mm-hmm. de briefjes en de muntjes als hartaalgeld, maar ook gewoon de girale elektronische overboeking. Maar tegelijkertijd heeft geld ook een functie van rekeneenheid.
En de rekeneenheidfunctie van geld, dat is nu juist de functie van geld op basis waarvan wisselkoersen functioneren en op basis waarvan de rente wordt bepaald. Mm-hmm. En omdat het dus noodzakelijk is dus dat we weer monetaire differentiatie op nationaal vlak krijgen, schoot bij mij de gedachte gelijk naar binnen toe. Dan kunnen we de gewenste monetaire flexibiliteit terugkrijgen door de invoering van nationale rekeneenheden die dan existeren, bestaan, naast de euro enerzijds als betaalmiddel en anderzijds de euro als rekeneenheid, waarbij dan de rekeneenheid van de euro existeert als een soort ankerrekeneenheid, parallel naast de nationale rekeneenheden die dan in mijn systeem van de Matteo Solution geïntroduceerd worden. Maar het is dus geen parallel valutair systeem wat je hebt ontworpen, maar je zegt er is één wettig betaalmiddel, dat is en blijft de euro in alle eurozone landen. En weliswaar parallel daaraan introduceren wij de nationale valutaire rekeneenheden. Ja, en ja, omdat we dat natuurlijk niet kennen, dan is het in het begin misschien voor sommigen even moeilijk om eraan te wennen. Maar het systeem aan zich is natuurlijk veel simpeler dan als je gewoon nationale valuta, zowel als betaalmiddel als rekeneenheid zouden introduceren naast de euro. In verband met speculatierisico bedoel je? Nou, ik gaf aan dat er aan de euro natuurlijk de nodige voordelen zitten. Mm-hmm. En dus dat er ook wat overwegingen waren die ten grondslag gelegen hebben aan de euro. En speculatie of antispeculatie was natuurlijk een hele belangrijke reden. Dat was zelfs de belangrijkste reden in monetaire kring. Op grond waarvan men het een goed idee vond in de jaren 90 om de euro in te gaan voeren. Mm-hmm. En speculatie, dus dat houdt in dus dat je verschillende valuta hebt. En dus dat de financiële markten, gelet op de wisselkoers aan en verkopen en ander financieel beleid. Dus dat ze koersen van een munt, een valuta, naar boven toe op kunnen drijven of naar onder toe. In het systeem wat ik bedacht heb, worden er uitsluitend nationale rekeneenheden ingevoerd. En dus dan zullen we maar één valuta, dus één munt blijven houden. En dat is dus de euro. Ja, dus even voor de kijkers thuis, dat ze het goed begrijpen. Als TMS is ingevoerd en ik ga naar Griekenland op vakantie of naar Spanje op vakantie, dan neem ik gewoon euro's mee. Ja. En ik kan gewoon in Spanje of in Griekenland met euro's betalen. Exact. Er zijn daar nationale rekeneenheden die dan corresponderen met de europrijs. Ja. In ieder land. Ja, ja. En om het voorbeeld van Spanje aan te halen, als ik daar een glaasje rode wijn bestel, dan ben ik waarschijnlijk minder euro's kwijt dan in Nederland, omdat de Spaanse munt waarschijnlijk zal depreciëren ten opzichte van de waarde van de Nederlandse valutaire eenheid. Om dat speculatieverhaal nog heel even kort af te maken, omdat in de Matteo Solution er maar één valuta is, dat is de euro, is dus valutaspeculatie per definitie bij de Matteo Solution uitgesloten. Om in te gaan op hetgeen wat je net zegt, wisselkoersaanpassingen, die vinden dus plaats op basis van de rekeneenheid functie van geld. En we zien nu dus dat in de onderlinge verhouding, dus de euro voor sterkere eurolanden zoals Duitsland en Nederland veel te goedkoop is. Mm. Terwijl tegelijkertijd de euro voor de zuidelijke, zwakkere eurolanden, inclusief Italië en Frankrijk, de euro veel te duur is. En op het ogenblik... Dus dat creëert onbalans, wil je zeggen. Ja, ja. Middels wisselkoers aanpassingen, maar dan zeg ik even wisselkoers op basis van nationale rekeneenheden, mm-hmm. kan je dus de uit het lood geslagen verhoudingen sinds de invoering van de euro, die zich sinds de invoering van de euro ontwikkeld hebben, kan je dan op een heel eenvoudige manier weer rechttrekken. Maar hoe werkt dat dan? Wie bepaalt dan de koers van de
Spaanse nationale valutaire rekeneenheid en de Duitse en de Franse en de Nederlandse valutaire rekeneenheid ten opzichte van de eurokoers? Nou ja, goed, met de invoering van de euro kregen we natuurlijk ook de ECB. Wat de juiste nationale wisselkoers of voor een land zou moeten zijn, dat kan je vaststellen op basis van de zogenoemde economische fundamentals. Purchase power parities, op zijn Nederland koopkrachtpariteit is een belangrijke fundamental. Nou ja, goed, dan ligt het natuurlijk voor de hand, dus dat de ECB, die er sinds 1999 is, misschien al eventjes eerder, dus dat die de taak dan op zich gaat nemen om ervoor te zorgen dus dat er gewoon weer evenwichtige verhoudingen komen tussen de diverse nationale rekeningen. Ah, voor mijn goede begrip, stel nu, dus de ECB bepaalt de wisselkoers van de diverse eurozone lidstaten. Dus de ECB zegt bijvoorbeeld tegen de Nederlandse bank, de koers van de Nederlandse valutaire rekeneenheid is X. Begrijp ik dat goed? Op basis van die economische pariteiten. Dat klopt, dat klopt. Nou goed, in monetaire kring en in centrale bankenkring, ja, dan weten ze natuurlijk van de hoed en de rand wat een evenwichtige wisselkoers tussen de diverse eurolanden zou moeten zijn. In het systeem dat ik gepresenteerd heb, is het de ECB die uiteindelijk de wisselkoersaanpassingen doorvoert. Maar daarbij, ja, zo werkt de ECB nu eenmaal, spelen dus de nationale centrale banken een adviserende rol. Dat zien we nu ook. In het bestuur van de ECB, daar zitten de presidenten in van alle nationale centrale banken. Dus daar kom ik straks nog even op, maar even nog dit onderwerp. ECB bepaalt in hoge mate dus de wisselkoers en het rentebeleid voor een afzonderlijke lidstaat. En wat is dan het grote voordeel? Nou ja, waarbij je zegt van, nou, dit hebben we nodig om de europroblematiek structureel op te lossen. Het is voor ieder land essentieel, dus dat ze gewoon een internationaal evenwichtige wisselkoers hebben. In een dergelijke situatie kunnen nationale economieën nu eenmaal het beste functioneren. Als je de zuidelijke eurolanden, nou goed, laten we Frankrijk er eens eventjes uitnemen. Ja. Frankrijk staat volop in de actualiteit. Gisteren zijn de verkiezingen geweest daar. Ja. Maar in de onderlinge verhouding is de euro voor Frankrijk veel te duur ten opzichte van Duitsland. Als gevolg waarvan dus de economie van Frankrijk al jaren zwaar onder druk staat. Als gevolg waarvan de werkloosheid in Frankrijk heel erg hoog is. Het is, lijkt de laatste tijd wel weer wat beter te gaan. Nou, volgens mij loopt dat nog wel los. Ik meen dus dat de werkloosheid in Frankrijk nog steeds rond de 11% is, zeg ik uit mijn hoofd even. Terwijl als we bijvoorbeeld naar Duitsland kijken, ik heb de cijfers niet helemaal tot achter de komma. 5%. 5%. Maar in mijn ogen lager zelfs. En ja, dus de hoogte van een werkloosheidscijfer, dat is natuurlijk een bepaald signaal hoe de economie van een land, in dit geval Frankrijk en Duitsland, ervoor staan. Maar ook van de onderlinge verhoudingen. Als je naar de auto-industrie kijkt in Frankrijk, dat gaat op het ogenblik weer iets beter. Maar daar moest jarenlang geld bij en nu is het zelfs zo dus dat er in de auto-industrie in Frankrijk niet tot nauwelijks winst gemaakt wordt. Terwijl als je naar de auto-industrie in Duitsland kijkt, die exporteren zich helemaal gek en die hebben mega winsten. Ze hebben ook een mega schandaal te verwerken. Ook dat, maar goed, dat geldt voor alle autofabrikanten. Dat is wel weliswaar begonnen bij Volkswagen. Maar ook de Franse en de Italiaanse automerken, misschien heeft dat wat minder publiciteit gehaald, maar daar is het precies hetzelfde mee gebeurd. Maar wat betekent de overwinning van Macron gisteren nu voor deze Europese samenwerking en de eurozone, naar jouw mening? Nou ja, is het een goede ontwikkeling? Ik ben zelf een voorstander, en niet uit ideologische redenen of zo, maar ik ben gewoon om praktische redenen een voorstander van Europese samenwerking.
Macron die is dat ook, maar Macron die gaat nog een aantal stappen verder. Als gevolg waarvan die Europese samenwerking contraproductief kan gaan worden. Wat een goed punt van Macron is, is dus dat hij in de economie van Frankrijk hervormingen wil gaan doorvoeren. Ja, dat roepen de Nederlandse en de Duitse politieke leiders natuurlijk al jaren. En dat is inderdaad ook hoog tijd. En als dat zou gebeuren... Maar hoe groot acht je de kans als de Franse vakbonden zich laten hervormen? Daarom zeg ik, als dat zou gebeuren, dan zou dat een goede zaak zijn. Als we naar het politieke speelveld kijken, dan is het zo dus dat Macron gisteren gewonnen heeft met 2/3 tegen 1/3 voor Marine Le Pen. Maar En Marche van Macron, dat is natuurlijk een politieke beweging die maar pas... April 2016 is die opgericht. Opgericht is in de Assemblée, het parlement, de Tweede Kamer van Frankrijk zitten ze niet. Als het goed is gaan we volgende maand in Frankrijk parlementsverkiezingen krijgen. Nou ja, dan moeten we maar eens even kijken of Macron daar op een of andere manier... een meerderheid weten bewerkstelligen om al zijn plannen ook daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. En ja, ik heb geen glazen bol, maar als je gewoon de verkiezingsuitslag van de presidentsverkiezingen in Frankrijk van gisteren analyseert, dan is het zo dus dat er een heel groot deel van de Fransen die zijn gaan stemmen, dus dat die al blanco zijn gaan stemmen, en er was ook een hele lage opkomst. Dus als je naar de daadwerkelijke steun van Macron onder het Franse electoraat kijkt, dan blijft er nog niet zoveel van over. Dus jij bent bang dat, dat de steun voor Macron eigenlijk een negatieve stem op Le Pen is geweest, voornamelijk. En dat de echte steun van het Franse volk niet aan hemzelf is gegeven, waardoor mogelijk het draagvlak voor zijn hervormingen niet zo hoog zijn. Mag ik het zo samenvatten? Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar... Zo ziet dat er gewoon nu wel uit. Hij heeft misschien mooie plannen, maar de machtige Franse vakbonden kennen we. En die zien in de economische hervormingsplannen van Macron helemaal niets. En, wat hij heeft voorgesteld, hij wil een eurozone parlement creëren met een heuse minister van Financiën. Hij is voorstander van eurobonds. Dat klopt allemaal. Hij wil eigenlijk dat... Als ik het oneerbiedig zeg, dat Duitsland en Nederland de rekening betalen van dat de... Dat klopt. En vanuit het Franse perspectief ervan uitgaande, dus dat we de euro laten zoals die nu is, hè, wat een bijzonder schadelijke en destructieve uitwerking heeft op economieën van ieder euroland, dan zou de best mogelijke situatie voor Frankrijk zijn om even bij de buren Duitsland en even België overheen springen, Nederland even aan te kloppen of wij zo vriendelijk willen zijn. En wij, dat zijn de Nederlandse en de Duitse belastingbetaler om de werkloosheidsuitkeringen in Frankrijk voor onze rekening te gaan nemen. Maar dat gaat toch nooit gebeuren? Je weet dat natuurlijk nooit, maar ik acht die kans niet zo groot. Macron op dat vlak meer specifiek wil. Hij wil echt nieuwe euro-instituties hebben. Je noemt het net zelf, eurobonds. Dus dat houdt in dus dat er staatsobligaties van ieder euroland op één hoop geveegd worden. Ja. En dus dat ieder land hoofdelijk aansprakelijk zal worden voor de terugbetaling van de financiële leningen van ieder euroland. Hij wil een specifiek een nieuwe institutie hebben, dat er een soort Europarlement ook gaat komen. Er moet een Europese begroting komen. Nou goed, alles richting een supranationale Europese superstaat. Toen ik vanmiddag in de auto hier naar deze mooie kerk reed, had ik toevallig de radio even aan. En toen werd onder meer onze vriend Mark Rutte even geïnterviewd. Onze premier? Ja. Hem werd naar een reactie gevraagd op de verkiezing van Macron, enerzijds, maar anderzijds ook naar een reactie op de transferunie. Dus de transferunie, de Europese plannen die Macron de laatste tijd uitgesproken heeft. En wat zei de heer Rutte?
Nou, Mark Rutte zei dus dat het internationaal bekend is hoe Nederland daarover denkt. En dus dat Nederland dat gewoon absoluut niet wil. Maar goed, met Mark Rutte merken we wel keer op keer dat hij voor de Nederlandse bühne een eurosceptisch verhaal uitspreekt. Maar als puntje bij het paaltje komt, ja, zoals sommige mensen dat zeggen, dat hij in Brussel netjes bij het kruisje tekent. Dus ik ben niet gerustgesteld. Maar het ligt voor de hand dat Nederland de Duitse lijn volgt. Ik kan me niet voorstellen dat Rutte dan zegt, ik met deze uitspraak, ik wijk af van wat mevrouw Merkel ook vindt. Dus ik ga er even van uit dat mevrouw Merkel dat ook vindt. En wat betekent dat dan voor de verhouding tussen de oude as, Duitsland, Frankrijk, zeker nu de Britten vertrokken zijn? Nou, wat denk je zelf? Wordt die beter of wordt die slechter met deze verkiezing van Macron? Ik vind het vooropgesteld al een kwalijke zaak, dus dat Mark Rutte altijd maar trouw achter Merkel aanhobbelt. Ik vind dus dat wij in Nederland mans genoeg zijn om zelf een mening over bepaalde dingen, bepaalde zaken te kunnen vormen. En als dat nou niet de lijn is die een Angela Merkel in Duitsland heeft, nou ja, dan is daar niks mis mee. Dan moet je gewoon achter je eigen visie blijven staan en dat ook uitspreken en propageren. Punt is natuurlijk wel waarom we de euro hebben en waarom we de euro nog steeds hebben. En dat is toch terug te voeren. We hebben vorige week 4 en 5 mei gehad. Mm-hmm. Dode herdenkingen. Ja, nooit meer oorlog. En de bevrijding van nazi Duitsland. Dat is de politieke achtergrond. Exact. En het was natuurlijk een hele goede zaak. Dus dat na afloop van de Tweede Wereldoorlog, na verloop van tijd, het Europese project van vrede en veiligheid uit de grond gestampt werd. Want laten we wel zijn, we leven inmiddels in 2017. Er is geen schot gevallen, wil je zeggen? Tussen de traditionele brandhaard Duitsland-Frankrijk door de eeuwen heen is het natuurlijk lekker rustig en daar mogen we erg blij mee zijn. Mm-hmm. En de gedachte daarachter was, we gaan niet vechten, maar we gaan met elkaar handelen. En het probleem is dat die Europese samenwerking vervolgens doorgeschoten is. De Europese interne markt. We hebben eerst natuurlijk de Europese gemeenschap van kolen en staal gehad, waar Nederland natuurlijk. En daarna de EEG en de EEG enzovoort. Een van de initiatiefnemers in was. Ja. De Europese interne markt die vloeide daaruit voort. En iedereen heeft geconstateerd dus dat een dergelijke manier van Europese samenwerking, dus dat je de handelsgrenzen laat zakken, dus dat voordelig is geweest en nog steeds is voor ieder euroland. En waar is het dan misgegaan, meneer Ten Dam? Het is misgegaan met de invoering van de euro, want een aantal politici die vonden dus dat er een soort kroon op dat Europese project zou moeten komen en dat zou de euro zijn. En zij zagen toen ook wel dus dat het tegen alle economische wetten ingaat om landen een gemeenschapsmunt, een one-size-fits-all munt en monetaire unie in te duwen die nationale economieën hebben die gewoon niet met elkaar oplopen. Maar zeg je dan met zoveel woorden dat de euro als politieke munt is ingevoerd om uiteindelijk te eindigen bij een federale unie? Nou ja, als je de verhalen allemaal terugleest en ook van de desbetreffende gezagsdragers in de jaren 90, dan was dat inderdaad hun doel. En dat was toen, want Nederland bij het verdrag van Maastricht, die wilde toen een supranationale staat, maar andere landen die dachten vonden dat te ver gaan. Dus toen zei men, nou ja, laten we maar eens even met die munt met die euro beginnen en dan volgt de rest later wel. En stapje voor stapje zijn we natuurlijk ook steeds meer in die richting opgegaan. Ondanks wat de nationale leiders voor hun eigen nationale bühne zeggen, maar ja, dat is gewoon ontegenzeggelijk waar. En de gedachte in de jaren 90 bij de politieke leiders, althans,
de hoop die men had op het moment dus dat we die munt zouden, eenmaal zouden hebben, dus dat de economieën van de diverse eurolanden dan naar elkaar toe zouden groeien. Alleen de praktijk laat totaal anders zien. In plaats van dat die nationale economieën naar elkaar toe zouden groeien, zijn ze juist veel verder uit elkaar gegroeid. Als gevolg waarvan de euro een destructieve uitwerking heeft gehad op de economie en werkgelegenheid in ieder euroland. Ja, we moeten gewoon. Hoe konden we dat niet zien aankomen? Nou ja, natuurlijk zagen wij dat. Wat heeft de ECB dan gedaan? Die zou toch toezicht uitoefenen op de bankaire sector? Maar. Het is gewoon heel erg simpel. De belangrijkste voorwaarde om succesvol en duurzaam met elkaar een monetaire unie te kunnen vormen, is met een duur woord economische convergentie. Dus economieën die moeten een gelijke kracht, een gelijke ontwikkeling en gelijke economische cycli hebben. En de praktijk is nu eenmaal, omdat de nationale eurozone economieën, juist totaal verschillend van kracht zijn, verschillend van karakter en aard zijn. Dus dat het gewoon niet werkt. De euro heeft een gigantische ravage aangericht. Maar ik heb ten tijde van de introductie van de euro bijna geen econoom gehoord die er kritiek op had. Gedurende de eerste 10 jaar van de euro evenmin. Pas nu, de laatste jaren, nu men ziet dat 7 jaar doormodderbeleid niets heeft geholpen, komen economen van naam eindelijk tot de conclusie, we hadden het beter niet moeten doen. Maar ook nu nog, ook zeker in Nederland, zijn er vele economen, bekende economen op televisie, maar ook aan de universiteiten die nog steeds euro-enthousiast zijn. Hoe verklaar je dat dan? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet meer ken. Neem maar Thijs Bouwman om iemand te noemen. Ja, maar goed. Slimme man, goed macro-econoom. Nou goed, laat ik het zo zeggen. Een econoom die gewoon onafhankelijk is, die onafhankelijk kan nadenken en ook onafhankelijk kan spreken, en wiens denken en doen niet gedomineerd wordt door ideologische dogmatiek, die zeggen allemaal inmiddels, Joseph Stiglitz is daar natuurlijk het bekende voorbeeld van. Zo'n Amerikaan. Dat was de grootste voorstander van de euro die daar eigenlijk was, internationaal. Die heeft vorig jaar met zijn geruchtmakende boek uiteindelijk moeten concluderen van ja jongens, de invoering van de euro, dat was achteraf bezien geen goed idee. En het continueren daarvan nu, of eigenlijk sinds. Ja, maar mijn vraag was, hoe verklaar je nu dat nu, anno 2017, de media, de politiek en de economische wetenschap in brede zin nog steeds achter de euro staan? Nou, de reden daarvan is dus dat er een elite is, zowel in de politiek als in de media, die het Europese project steunen. En die hebben zich ook altijd juist heel positief en als voorstander van de euro als muntunie uitgesproken. En daar speelt denk ik ook een rol, dus dat ze hun kop in het zand steken, dat ze ook niet willen toegeven, dus dat de euro eigenlijk enigszins, maar niet eens zoveel gechargeerd gezegd, gewoon de economieën van de eurolanden heeft geruïneerd. En dat geldt niet alleen voor Griekenland en Portugal en Spanje, maar ook voor Italië en Frankrijk en ook voor Nederland en voor Duitsland. Maar ik las van de week nog in de krant dat de eurozone harder is gegroeid dan de grote blokken als de Verenigde Staten en zelfs het Verenigd Koninkrijk. Zo slecht gaat het helemaal niet in de eurozone. Nou ja, als je gewoon kijkt dus naar de groeicijfers sinds het uitbreken van de internationale financiële crisis, dan zie je dus dat de economieën wereldwijd al lang de schade van toen goed gemaakt hebben en nu weer veel verder doorgroeien. Terwijl er diverse eurolanden zijn die schade nog bij lange na niet goed gemaakt hebben. En
de koplopers, ja, dat die die schalen nog maar ternauwernood goed gemaakt hebben. En let wel, we hebben natuurlijk wel een ECB-geleid, een ECB-beleid gehad, dus de afgelopen jaren, waar door dus de economie nogal gestimuleerd is of zou moeten worden. Dus we moeten ons dan nog maar afvragen, als de ECB niet het beleid had gevoerd van een lage euro-wisselkoers en van lage rente, waarmee ze natuurlijk wel de financiële markt totaal ontwricht hebben, terzijde even, maar hoe het er dan voor gestaan zou hebben. En let wel, sinds de financiële crisis, toen zaten we in de economie, we hebben natuurlijk de economische cycli, we gaan omhoog, we zitten op de top en we gaan omlaag en we zitten in het dal. Maar als je de internationale economieën of de internationale economen geloven mag, zitten we nu weer op een economische top. Ja, ik herinner mij de woorden van de Groningen-econoom meneer Bezemer bijvoorbeeld, die zegt van jongens, is het niet verstandig dat we wat vet op de botten gaan kweken? We zitten nu in een hoogstperiode, maar dat kan ook weer naar beneden gaan. Ja. Met alle gevolgen van die. Ja, nou goed. Wat vind je daarvan? Dat vind ik zelf ook. Maar op het ogenblik dus dat we in de eurozone internationaal eigenlijk weer op een economische top zitten. En het gaat maar een heel klein beetje beter na dat hele diepe dal wat we hebben gehad. Nou, dan maak ik me ernstige zorgen, als we nu op de top zitten, dat we weer naar een dal toe glijden. Maar wat moet meneer Draghi dan doen? Nou, meneer Draghi komt overmorgen naar de Kamer. Op verzoek van Pieter Omtzigt. Mm. Wat zou jij meneer Draghi vragen over zijn beleid, nou ja, als jij Kamerlid was? Het is natuurlijk zo, dus dat heel veel mensen, economen en politici ook, dus dat die kritisch op Draghi zijn. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Maar goed, ik vraag me altijd af van, ja, wat moet die man verder doen? Dus jij vindt het wel goed wat hij doet? Nee, maar het uitgangspunt is dus dat Mario Draghi in juli 2012 heeft aangegeven. En in juli 2012, in die periode, stond de euro op klappen. Ja, 26 juli in Londen was dat. Exact. En toen heeft hij aangegeven, kort gezegd, ja, ik zal alles doen en wij, de ECB, zullen alles doen om de euro te redden. Binnen zijn mandaat. Dat voegde hij eraan toe. Maar goed, dat heeft hij vervolgens wel uitgevoerd allemaal. Want we hebben natuurlijk in het begin van de eurocrisis stond de euro-wisselkoers op $1,50, meen ik. Ja, €1,40. Even daarvoor tikte de euro-wisselkoers zelfs $1,60 US dollar aan. 2008, ja. En nu schommelen we ergens tussen de $1,05 en $1,10. Goed, dat is natuurlijk veroorzaakt door het ECB-beleid. En nou goed, verder is het natuurlijk ook zo, dus dat de ECB de rente tot nul en nog dieper onder nul weggedrukt heeft. Maar dat is toch ook het beleid dan van meneer Knot en het beleid van alle eurozonelanden. Ja, ja. De ECB zijn wij allemaal. Ja, dat klopt. En, dat kun je Draghi dan toch niet alleen verwijten? Nou, ik verwijt Draghi dus dat hij meewerkt aan het in stand houden van een munt die in 2010 overleden is. Iemand die zoveel capaciteiten heeft en zoveel kennis en zoveel inzicht heeft, die zou ook gewoon net als alle internationale onafhankelijke economen tot de conclusie moeten komen. Dus dat het gewoon voor alles en iedereen veel beter is om met de euro te stoppen. Maar men zegt dat het kost veel te veel geld. Dat hoor je dan van de pro-euro economen. Ja, dat is uitermate kostbaar. Ja. Ik denk, als dat al zo zou zijn, want daar valt een nogal wel wat tegen in te brengen. Maar als het al zo zou zijn, dan moeten we eerst eens even kijken hoeveel financiële schade dus het continueren van de euro aangericht heeft. Het Europese stabiliteitsmechanisme voor. Ja, ja. Het Europese IMF
Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Noodleningen. Hè. We hebben noodleningen gegeven via dat ESM aan bijvoorbeeld Griekenland. Terwijl het IMF zelf aangeeft, ja, dat heeft geen enkele zin. Griekenland heeft geen nieuwe leningen nodig. Nee, ze hebben juist kwijtschelding van een onhoudbare staatsschuld. Dus ze hebben kwijtschelding van die leningen nodig. Ja, maar de looptijden zijn eindeloos uitgerekt, de rentes zijn verlaagd. Ja, ja, ja. Het is bijna een eeuwigdurende renteloze lening en ja. Dat is in feite ook een gift. Nou, dat is het natuurlijk wel, maar het is natuurlijk veel beter om gewoon een reset te maken. Niet alleen wat betreft dus onderlinge wisselkoersen, dat daar weer evenwicht in mm-hmm. wordt aangebracht. Maar ook ja, onhoudbare staatsschulden, je kan dat linksom of je kan dat rechtsom doen. Maar benadelen we daar onze pensioenbeleggers dan niet mee, die belegd hebben in Griekenland, in Italië, in Spanje, nee, in maar Frankrijk? Goed, dat gebeurt toch wel. Op het ogenblik dus dat de financiële markten geld aan Griekenland nemen, zouden lenen. Hè, en ze krijgen daar geen rente voor. En vervolgens blijft er boven de markt zweven. Dus dat er wel eens een haircut, zoals ze dat noemen. Dus dat, een afboeking. Ja. Ja. En ik denk dus dat leningen aan zwakkere eurolanden, zowel publiek als privaat, want als we het, kunnen we het misschien ook nog even over hebben, de non-performing loans. Ja. Iedereen is gebaat, dus dat ieder land weer een verdienmodel heeft. En zolang je een munt hebt die te duur is, dan heb je dat niet. Simpelweg, er moet geld verdiend worden. En als er weer geld verdiend gaat worden, kan er in ieder geval meer terugbetaald worden op leningen die er zijn. Dan als er geen geld verdiend gaat worden. Zo simpel is het. Aan de andere kant, kijk, je had het over die pensioenbeleggers die nu mogelijkerwijs geld kwijtraken. Maar aan de andere kant heeft het beleid van meneer Draghi er wel voor gezorgd dat hun aandelenbeleggingen weer fors in waarde zijn gestegen. Nee, maar goed, iedereen... Er is nog geen echte schade dan ontstaan. Nou ja, goed, dat zijn allemaal bubbels. En bubbels. En één ding weten we, hè, want die aandelenkoersen die staan nu weer knap hoog. Ik geloof dat de AEX rond de 520 punten schommelt, maar iedereen weet... De belegger is tevreden, professionele belegger. Dus dat voor een belangrijk deel lucht is. En wat de handige beleggers allemaal aangaat, die kunnen daar hun voordeel mee doen, maar de gewone burger in ieder euroland die schiet daar niks mee op. Maar wat we in ieder geval wel weten, is dus dat die bubbels, dat hebben we in de financiële crisis kunnen zien, vroeger of later klapt dat en dan zullen er weer verliezen genomen moeten worden. En dan is het zo dat de gewone belastingbetalende burger de rekening gepresenteerd krijgt. Dus je moet even wat verder kijken dan je neus lang is. We zijn, de belastingbetalende burger is niet gebaat met opgepompte aandelenkoersen. De gemiddelde burger is erbij gebaat. Dus dat ieder land weer een verdienmodel heeft. Dus dat de mensen weer werk hebben. Dat ze een fatsoenlijk inkomen hebben. Dus dat het welvaartsniveau in ieder euroland weer de weg omhoog kan inslaan. Als we bijvoorbeeld Nederland nemen. Het gaat een beetje beter hier. Dat is ontegenzeggelijk zo. De werkloosheid is de laatste paar jaar weer terug gaan lopen. Degenen die als gevolg daarvan weer aan het werk zijn, die hebben daar natuurlijk voordeel van. Maar de wisselkoers van de euro die is voor Nederland gewoon veel te laag. En dat houdt in dus dat de koopkracht voor de gewone mensen, en dat zijn we allemaal, ja, gewoon zwaar onder druk staan. Maar voor de export is het goed? Voor de export zou je zeggen dus dat goed is. Maar ook de Nederlandse export die kan prima uit de voeten. Dat hebben ze in het verleden bewezen allemaal. Als de munt die Nederland voert gewoon een evenwichtige wisselkoers heeft. Nog een sterkere gulden hadden, bedoel je? Of? Nou ja... We hebben natuurlijk vroeger een centrale bankpresident, Jelle Zijlstra, gehad. Ja. Die het altijd... Ja. Een sterke munt bepleit. Exact, belangrijk vond voor de Nederlandse welvaart. Dus dat wij in Nederland een sterke muntbeleid voerden. Ja. Ik wil nog even met jou over iets anders hebben, André. Je kaart het net zelf al aan.
de hele grote hoeveelheid slechte leningen in Europa. We kennen natuurlijk nu recent de problemen van Italiaanse banken. Ja. Waarbij met name het midden- en kleinbedrijf op een enorme berg oninbare leningen zit. Ja. Voor de banken oninbare leningen. Ja. Voor heel Europa is er wel eens een getal becijferd van meer dan 1000 miljard euro. Ja. Ik denk wie gaat die rekening betalen? Ja, dat ligt eraan wat voor politiek beleid er neergezet wordt. Maar goed, die non-performing loans, dat is natuurlijk ook een symptoom van het niet functioneren van de euro. Ja. We hebben het net daarover gehad, dus dat ieder land een verdienmodel moet hebben, zodat de beroepsbevolking in ieder land weer op een fatsoenlijke manier. Ja, maar dat is me toch iets te makkelijk, hè? Want als we naar Italië kijken, dan zien we ook beschermende beroepen. We zien kartels. We zien dat banken een waslijst aan regelingen hebben voordat iemand een bedrijfje kan starten. Ja. Dus het ligt natuurlijk niet alleen aan die euro en aan de structuur van de eurozone. Er zijn natuurlijk wel meerdere redenen. En het is inderdaad zo, dat geldt voor Frankrijk waar we het net over hadden, maar dat geldt voor Italië ook. Dat het belangrijk is dus dat er economische hervormingen doorgevoerd worden, waardoor gewoon economieën toegankelijker zijn en wat flexibeler kunnen functioneren. Maar dat neemt niet weg. De Italianen willen het. Ze hebben het referendum van Renzi afgewezen. Ja, dat klopt. Maar goed, dat neemt niet weg. Dus dat de euro voor Italië gewoon veel te duur is. En dat geldt maar mijn vraag was, wie gaat de rekening betalen? Ja, dat zullen we zien. Ik vermoed dus dat die non-performing loans, en even voor de helderheid, non-performing loans, dat houdt in dus dat er op die private leningen geen rente wordt betaald en dat er niet langer dan 90 dagen dat er niet op afgelost wordt. Dus dat houdt de facto in dus dat die leningen gewoon min of meer waardeloos zijn. En de reden dus dat het bedrag aan non-performing loans, met name in Italië, Frankrijk en Spanje, hoog is, is omdat het verdienmodel daar om zeep geholpen is, omdat ze aan een veel te dure munt vastzitten. Dat is de oorzakelijkheid volgens jou? Dat is de kern. Italië, Frankrijk, Spanje zijn goed voor ruim driekwart van inderdaad de Europese non-performing loans. Ja. En jij wijt dat aan de structuur van de eurozone. Nou ja, dat is de kernoorzaak. Er zijn natuurlijk andere. We hebben natuurlijk jarenlang een beleid van overkreditering gehad. Ja, nee, maar goed, stel dus als er monetaire flexibiliteit was geweest en een landenspecifiek rentebeleid, dan was de hoogte van die NPL's veel minder geweest. Dat is wat je zegt. Exact. Dan hebben we het niet eens over Griekenland, maar als we gewoon Italië en Frankrijk nemen, je ziet dus dat de werkloosheid... Dat is de helft. Dat is wel goed voor de helft. Dat de werkloosheid in die landen historisch hoog is. Ja. En nou goed, wij hebben nog een enigszins fatsoenlijk sociaal vangnet, maar in die landen is dat allemaal minder. Ja, en als je leningen hebt en je raakt je baan kwijt en dus je raakt je inkomen kwijt, dan is het natuurlijk ook zo dus dat je geen rente en geen aflossingen op die lening betalen kan. En daarom moeten we er gewoon voor zorgen dus dat we weer monetaire differentiatie binnen de eurozone door gaan voeren. Als gevolg waarvan ieder euroland weer een verdienmodel heeft, dan raken de mensen weer aan het werk en dan is de terugbetaalcapaciteit op private leningen, die wordt natuurlijk ook hoger. Zo ingewikkeld is het niet. Nee, als jouw idee zo goed is van de Monetary Solution, waarom is het dan nog niet ingevoerd? Ja, het is natuurlijk zo dus dat ik... Je begrijpt dat ik die vraag dan stel. Begrijp ik goed. Er zijn twee redenen. Ik ben een eenvoudig iemand. Ik ben niet verbonden aan een prestigieuze universiteit. Ja, of, je bent wel meester ingenieur. Jawel, maar ik zit... Toch geen domme jongen. Ik maak geen onderdeel van het academische wereldje uit. Ik ben geen hoogleraar. Dat mag je toch helemaal niet toe doen? Ik ben ook niet iemand die bij een belangrijke politieke partij zit. Dat wil ik ook graag zo houden, overigens. Doe je niet echt mee. Dat is toch niet relevant? Het gaat toch om de oplossing?
Het klopt wel, maar goed, zo werkt het nu eenmaal. Verder is het dan zo, het systeem wat ik uitgedacht heb, dus dat is nieuw. Het is een stukje monetaire innovatie waar we het over hebben. Het is heel erg simpel, maar ja, omdat het dan toch nieuw is. Ja, de economische wetenschap is vaak toch een bepaalde conservatieve wereld die moeite heeft om zich voor ideeën open te stellen die nieuw zijn. Zeker als een idee gepresenteerd wordt door iemand die geen economie gestudeerd heeft. Nee, maar goed, jij zegt nieuw. Aan de andere kant kun je ook zeggen, TMS is eigenlijk het spiegelbeeld van de invoering van de girale euro. Exact. Zoveel verschil zit daar niet eens tussen. Nee, maar ja goed, maar het belangrijkste is dus dat er gewoon bij het politieke establishment gewoon politieke onwil is. Maar waarom? We hebben laatst, althans ik, heb het tweede deel van het boekje Het Euro-Evangelie kunnen lezen van Arno Wellens en Jort Kelder. Nou goed, daar zijn ze wat politici van het Binnenhof wat vragen gaan stellen en ook wat antwoorden gaan krijgen. Nou ja, daaruit blijkt gewoon dus dat men geen gezichtsverlies kennelijk wil leiden. En dus dat men daarom de euro die men altijd als zo geweldig gepropageerd heeft niet wil laten vallen in de vorm zoals die nu is, one size fits all, of beter gezegd, zeg ik dan. Maar met jouw plan blijft de euro toch gewoon bestaan in de eurozone? Dat klopt. Dus ik vind het wat dat betreft wel een beetje verbazingwekkend. Of het nou de eurosceptici zijn, of het nou de euro-enthousiastelingen zijn. Dus bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wat de euro-enthousiastelingen zijn, met name D66 en GroenLinks. En wat de eurosceptici zijn, nou ja, dan hebben we de Partij van de Dieren, de SP, de PVV en het Forum voor Democratie. Ja, de wens die zij hebben, daaraan komt de Matteo Solution tegemoet. Maar ja, men gaat dan toch de hakken in het zand zetten. Misschien dat de Partij van de Dieren daar een beetje een uitzondering in zou kunnen vormen. Ja, maar wat vind je dan van het antwoord van wat meneer Jesse Klaver gaf, dat als de euro handhaven 200 miljard kost, dan moeten we dat maar uit de pensioenpot halen? Ja, nou ja, goed, ik heb met verbazing ook de Nederlandse verkiezingen van maart gevolgd. En ja, de afgelopen jaren sinds 2010, als er een debat in de Tweede Kamer over de euro is, dan ga ik er nog wel eens heen en dan ja, hoor ik het een beetje aan, dan kijk ik het allemaal een beetje aan. Maar de laatste jaren doet GroenLinks aan die debatten gewoon niet mee. Ze kwamen niet. Ik hoop nu dat ze een beetje groter zijn, dus dat er weer iemand aan dat soort debatten mee gaat doen. En ja, maar goed, D66, Wouter Koolmees, die doet wel mee en die zegt gewoon, ik begrijp het wel, maar het is gewoon collateral damage. Ja, maar goed, als we het over Klaver hebben, die heeft nou niet echt een bepaalde kennis van zaken aan de dag gelegd wat betreft de eurocrisis. En als hij dan door Jort Kelder en door Arno Wellens geconfronteerd worden met dus de risico, of de risico's voor Nederland, met alle noodfondsen enzovoort. Ja, de grondstellingen. Als hij dan zo'n antwoord geeft, ja, dan leggen we dat maar bij de pensioenfondsen neer. Daaruit blijkt gewoon dus dat hij er niet over nagedacht heeft en dat hij er maar wat uitvloept. En ja, dit zijn natuurlijk. Maar dat is toch ernstig voor dat een fractievoorzitter van een partij met 14 zetels in de Tweede Kamer? Zeer ernstig. Dus wat dat betreft maak ik me ook gewoon ernstige zorgen, want Jesse die ging het land door, de theaters door, duizenden mensen en hij was de nieuwe Jezus Christus die op aarde neergedaald was. Maar ik heb het idee, dus dat hij geen idee heeft wat er op dit belangrijke onderwerp speelt en dat is natuurlijk zorgelijk. Nee, maar iemand als Wouter Koolmees weet dat wel. Voormalig ambtenaar van Financiën, als ik mij niet vergis. Een hele aardige man bovendien. Ook hij zegt van, mijn partij beschouwt die schade als collateral damage. Ja, ja. Wat vind je van zo'n opstelling? Goed.
een rondje Binnenhof, dat ben ik de laatste jaren sinds 2010 ook gaan maken. Ik heb ook een aantal keren gesproken met Wouter Koolmees, zoals je zegt, een bijzonder vriendelijke kerel. En ik weet ook dus dat het een kundig econoom is. Maar ja, hij geeft wel aan dat het Europese project voor D66 om dogmatisch ideologische redenen heilig is. Dus dat de euro verdedigd zal worden, koste wat het kost. En ook dat, hè, dus de dogmatiek, de ideologie van bepaalde politieke groeperingen, dat is, de consequenties van het daaraan blijven vasthangen, ja, dat is natuurlijk buitengewoon zorgelijk. Ja, een bekend natuurkundige zei ooit van repeating the same mistakes again and again and again is insanity. Ja, dat klopt, exact. Dat is dus toch eigenlijk een buitengewoon kwalijke zaak dat, terwijl we weten dat iets niet werkt, we toch doorgaan met hetzelfde. Exact. Met hetzelfde, hetzelfde medicijn waarvan gebleken is dat het niet werkt, toch proberen de ziekte te genezen. Ja. Nou, en het is zo dus dat daar er gewoon politieke onwil is en de maar waarom dan? En de problemen die schuift men maar voor zich uit met noodfondsen, met ECB-beleid. Maar er gaat natuurlijk een punt komen en het zou best eens een keer zo kunnen zijn als we, omdat we nu weer op de top van een economische cyclus zitten, mm-hmm. als we strakjes gaan dalen. Nou ja, de ECB heeft geen ruimte meer. Om de rente staat al op nul, wil je zeggen. Om stimulerend beleid te kunnen voeren. Dan lijkt het gewoon einde oefening. En, dit doet mij denken aan, ik weet niet of ik de econoom Martin Armstrong, van die heeft een supercomputer ontwikkeld, genaamd Socrates, inderdaad. Die pompt die vol met data van all over the world. En hij voorspelt uiterlijk in 2018 de val van de euro. Ja. Denk je dat hij gelijk gaat krijgen met zijn voorspelling? Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb geen glazen bol, maar... Dat zei je al. In 2010, toen is de euro feitelijk overleden. En sindsdien is de euro kunstmatig in leven gehouden met noodfondsen en met name met de ECB-beleid. Maar als je die gedachte eens even voortzet, hè, mm-hmm. daarbij tellen we dan op dus dat we nu op een economische top blijken te zitten. Dan kunnen we alleen maar omlaag gaan. Als er dan geen stimulerende maatregelen of geen vangnetten meer over zijn, dan zou dat misschien best eens een keer zo kunnen zijn. En wat dan? Ik vrees dat de euro dan inderdaad met een klap explodeert. En dus dat de schade die natuurlijk sinds de 2010 onderhuis natuurlijk maar groter is geworden en groter is geworden, dan opeens volledig uitgestort wordt. En hoe ziet die klap er dan uit? Dalen dan opeens de koersen? Komen er bankruns? Dat zou zo maar allemaal kunnen. We hebben dus natuurlijk dus de financiële crisis in 2008 gehad. En dan hebben we overal kunnen zien wat voor consequenties dat heeft. Dus wat voor uitwerkingen dat heeft. Dat heeft met dat heeft ons. We hebben de banken wel gered. En in ieder geval qua Egon en ING hebben we er nog flink aan verdiend. En de koers van ABN AMRO lijkt ook alweer in de money te zijn. Alleen we zitten straks natuurlijk met een Europese bankenunie. Ja. En goed. Dus dan zijn wij ook verantwoordelijk voor de verliezen in bijvoorbeeld de Spaanse vastgoedmarkten. Ja. Dat er Europees samengewerkt wordt, daar kan je op zich wel wat voor zeggen. Maar dan moet er natuurlijk wel een constructie staan en daaronder liggen die deugdelijk is. En zolang die er niet is, en met de one size fits all of non-euro is die er niet. In jouw ontwerp heb je daar wel rekening mee gehouden. Ja, maar dan moeten we bijzonder terughoudend zijn om bijvoorbeeld een Europees deposito-garantiestelsel te gaan maken. Want als dadelijk puntje bij het paaltje komt, een garantie van 100.000 euro spaargeld. Per individuele burger. Bij de individuele burger. Als we naar het
schuldniveau van Italië is bijvoorbeeld kijken, ja, de Italiaanse staat die kan dat niet ophoesten. Nou ja, dan zullen ze toch bij de Nederlandse en de Duitse belastingbetaler aankomen kloppen. En ik geloof niet dat dat de bedoeling allemaal is. Nee, dat is zeker niet de bedoeling, maar we kunnen dat waarschijnlijk ook niet voorkomen. Nou ja, want ik heb onze minister Dijsselbloem en ook voorzitter van de Eurogroep horen zeggen dat de bankenunie een heel goed idee is voor Nederland. Nou, nogmaals. Dan moet het onderliggende construct, van, dus het monetaire construct, dat moet deugdelijk zijn. En ja, dat is niet deugdelijk. Dus dan, als je, het is hetzelfde als je een of ander huis bouwt. Als de fundering niet deugdelijk is, ja, dan moet je niet te hoog gaan bouwen. Dus jij vindt dat de fundering op dit moment onvoldoende goed gestut is? Er is geen fundering. Er is geen fundering. Nou, die kan meneer Dijsselbloem in zijn zak steken. Ik wil nog één onderwerp met je aansnijden, André. En dat is de overregulering die vanuit Brussel over onder andere ons land ook uit is gestort. We hebben er zelfs een vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans, op uitgestuurd om een einde te maken aan die regelgeving. Ja. Die verstikkende regelgeving. Vind je dat hij daar goed in is geslaagd? Nee. Nou ja, goed. Die Europese samenwerking, initieel, was daar het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel op van toepassing. Dus dat houdt gewoon in dus dat de soevereiniteit dus bij de natiestaten ligt. Maar vervolgens kregen we het idee van de ever closer union, hè, dus richting een supranationale staat waar we nu aardig naar op weg zijn. Ja, nou voor een belangrijk deel is die er al via de achterdeur. Terwijl in de meeste EU-landen men dat eigenlijk helemaal niet wil. Als je dus naar de Nederlandse burger bijvoorbeeld kijkt, ja, die wil dat helemaal niet. We willen gewoon dus dat de soevereiniteit bij het Nederlandse parlement ligt. En Arend-Jan Boekestein, die geeft dat altijd op een hele verstandige manier aan. Je moet bepaalde dingen Europees, dus in de EU-verband regelen, die echt niet op nationaal vlak geregeld kunnen worden. Maar alle zaken die op nationaal vlak gewoon prima geregeld kunnen worden, die moet je gewoon ja, op... Dat is de essentie van dat subsidiariteitsbeginsel, maar zijn allemaal mooie woorden. Ja, maar goed, toen het dus de laatste keer weer eurocommissarissen aangesteld moesten worden, toen werd onze vriend Frans Timmermans door Nederland naar voren geschoven. En hij kreeg een hele specifieke opdracht mee. Dus dat we niet meer, maar minder Europa zoals men dat noemt. Dus er moesten allemaal regels afgeschaft worden. Maar goed, als er één grote supporter voor de ever closing union, dus de Europese superstaat is, dan is het Frans Timmermans wel. Iedere nacht droomt die man daarvan. Dus dan is Frans Timmermans natuurlijk niet de aangewezen persoon die Nederland met zo'n opdracht naar Brussel zou moeten sturen. En als we gewoon kijken, en soms zit het in hele kleine dingen. Het was geloof ik 2 weken geleden dat ik Frans Timmermans tijdens het journaal langs zag komen. Die een heel enthousiast verhaal had, dus dat er Europese regels voor vaderschapsverlof moesten komen. Ja. En dan denk ik... Wat vind je daarvan? Ieder land die kan dat zelf prima regelen, dat doen ze ook overigens. Dus waar bemoeit hij zich mee? Maar goed, dit voorbeeld geeft natuurlijk wel aan dus dat men voor de bühne aangeeft, ja, we zullen ervoor zorgen dus dat er minder Europese regels komen. Terwijl de praktijk is, zelfs op het gebied van vaderschapsverlof, dat er alleen maar meer Europese regels komen. Dus de zaak moet hervormd worden. En ik rond af zo langzamerhand dit gesprek, maar over die hervormingen wil ik het nog even hebben. Acht jij het mogelijk dat de Europese Unie van binnenuit zodanig hervormd kan worden dat de zaken die jij voorstelt
ook daadwerkelijk, de verbeteringen die jij voorstelt, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden? Of denk jij, bijvoorbeeld net als Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet, die zegt, het is niet meer mogelijk. Ja. We zijn al te ver doorgeschoten. Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in 2010, in ieder geval wat mijn voorstel voor de euro, dus dat de euro gewoon kan blijven, terwijl je dan wel de noodzakelijke monetaire differentiatie door kan voeren. Ik had gedacht dus dat daar na verloop van tijd wel draagvlak voor zou komen. Maar goed, dat is er gewoon niet. En als we dan gewoon kijken, Frans Timmermans met het vaderschapsverlof, het is maar een heel klein ding, maar het is natuurlijk toch... Symptomatisch. Exact, exact. En ik vrees dus dat de noodzakelijke hervormingen... er niet zullen komen en dat er ooit een punt gaat komen, dus dat we in volle vaart tegen een betonnen muur. Maar dan pleit je dus eigenlijk voor een exit. Nou, want anders zit jij in dat schip wat tegen die muur botst. Ja. Maar goed, zelf vrees ik dus dat als het allemaal zo doorgaat, dus dat we met z'n allen tegen een betonnen muur aan zullen klappen. En dus dat we dan niet alleen afscheid van de euro moeten nemen, maar ook van verstandige Europese samenwerking, zoals de Europese interne markt. En dan zijn we natuurlijk veel verder van huis. En ik vind het ook van de EU-gezinde politieke elite ook dom, want dat moeten zij zelf ook zien. Als we naar ontwikkeling kijken, het Front National in Frankrijk, toen Le Pen senior, die natuurlijk een wat ander type is dan zijn dochter, die heeft, meen ik, in 2002 of zo de tweede ronde gehad. Nou, die had toen geloof ik 18% van... 17,8. Of 17,8 van de stemmen, terwijl Marine Le Pen gisteren iets van, wat was het, 36 of zo, ik weet het niet precies. 35,4 uit mijn hoofd. Nou ja, dus dan zie je dus dat dat sentiment, die onvrede die bij de burgers al jarenlang speelt, dat zien we in Nederland ook, dus dat dat alleen maar groter wordt. En op het ogenblik dus dat je een goede politieke leider krijgt die daar zijn schouders onder gaat zetten. We hebben natuurlijk Nigel Farage kunnen zien in Engeland. Die natuurlijk wel op een wijze waar mensen zich in kunnen herkennen, campagne heeft gevoerd jarenlang voor een Brexit, dat wel uiteindelijk is gebeurd. En op nou ja, zover zijn we nog niet. Nee, maar goed, er is in ieder geval een referendum over gekomen daar. Ja, goed, maar je zegt... Als het zo doorgaat, dan vaart het schip tegen de wal. Ja, dat is een buitengewoon sombere boodschap, want je hebt ook niet direct, je ziet ook niet direct dat er een dat de politieke leiders tot inkeer komen. Nee. Nou ja, dat is. Moeten wij met zo'n sombere boodschap dit interview afronden, of heb jij toch nog voor de kijkers thuis een hoopvolle boodschap? Nou ja, zelf hoop ik dus dat er bezinning in gaat dalen bij de politieke leiders. En dat bijvoorbeeld Nederland, dus de Nederlandse politieke leiding, niet achter het door schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog gedreven handel en wandel van Duitsland achter blijft lopen. Ik denk dus dat juist Nederland, dat die het initiatief zou kunnen, maar eigenlijk ook zou moeten nemen. We zijn nota bene een van de landen die grondleggers zijn van de euro. En per capita de hoogste netto betalen. En de Matteo solution, dus een flexibele constructie voor de euro, ja, het is nota bene made in Holland. Ja. Daarmee kan je gewoon dus de Europese samenwerking, zelfs in de Europese Unie, redden. Maar goed, dan wordt het wel nu eens een keer de hoogste tijd. Dus dat Edith Schippers... Dat jij de koffie gaat drinken met meneer Dijsselbloem. Dijsselbloem die loopt natuurlijk op zijn laatste benen. Maar dus dat Edith Schippers tijdens de formatie die nu eens een keer, of die nu gaande is. Dus dat ze over dit soort dingen daar is gaan praten en... Dus Nederland moet Duitsland bij de hand nemen om
het Europese project te redden. Nou ja, niet alleen Duitsland, maar ook, Frankrijk. Nederland zou het Europese project kunnen redden. Maar dan moeten ze wel dus de politieke moed en de politieke wil daarvoor hebben. En dan is het zo dus dat ook Duitsland geholpen wordt. Hè? Want het Europese project kan dan in stand blijven. Hè? Dus als we een flexibele euro hebben. Frankrijk kan weer economisch opbloeien. Datzelfde geldt voor Italië. En ja, dus dan zouden we met z'n allen met goede moed verder kunnen. Maar goed, dan moet er wel wat gebeuren. Nou. André, we hebben bijna een uur volgemaakt volgens mij. De tijd gaat hard. Ik dank jou zeer voor dit gesprek. Dank je wel. Hartelijk dank. Sorry. Een geweldig gesprek. Ja. Ja. Vond je het een geweldig gesprek? Ja, het was een geweldig gesprek. Geen idee. Ja. Ja? Is goed. Ik voel het.